Mensen laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. Dat is het doel van de Nationale Sportweek, een initiatief van NOC-NSF. De Nationale Sportweek wordt dit jaar voor de 14e keer georganiseerd en gaat op 9 september van start. Als host city van het event kondigde Rotterdam donderdag tijdens het WK-kwalificatietoernooi volleybal vrouwen aan welke activiteiten er in die week gaan plaatsvinden in de stad. Onder andere zanger Ralf Makkenbach en rolstoeltennisser Monique Kalkman zetten zich in als sportpromoters voor de Nationale Sportweek. Op het moment dat ik regulier en veel sport, kan ik mijn energie beter kwijt. Kom ik in contact met andere mensen, leer ik veel nieuwe mensen kennen. En daarnaast voel ik me ook gewoon gezonder. Ik zet me in voor de Nationale Sportweek omdat ik heel belangrijk vind voor iedereen om te sporten en te bewegen. En het maakt niet uit wat je doet, het maakt wel uit hoeveel je sport, want sporten is gewoon, bewegen is belangrijk en daarnaast is het gewoon superleuk. Rotterdam is de 14e stad die host city is voor die sportweek. Belangrijkste eigenlijk is dat Rotterdam wil laten zien dat ze de sportstad van Nederland zijn. Breed sport en topsport. We hebben natuurlijk prachtige topsport, maar qua brede sport vooral van belang dat we laten zien dat sport leuk is, dat het goed voor je is en dat alle verenigingen hun deuren openzetten om te laten zien hoe leuk sport is. Nou ja, voor ons is het een moment dat het belang van sporten wordt benadrukt. En dat kan natuurlijk ook het belang van volleybal zijn. Dat doen we natuurlijk het hele jaar. Maar het is prachtig dat de Nationale Sportweek dat een keer helemaal omhoog tilt in de media. En dat er extra activiteiten worden gedaan om mensen te laten sporten. Dat doen we met het volleybal ook. Ook Albert Heijn zet zich in voor een sportievere jeugd met een spaaractie en een sportfestijn in Den Haag. De sportactie is heel eenvoudig. Je doet boodschappen bij Albert Heijn, je krijgt de volle kaart en daarmee kun je gratis sporten. Kun je zelf kiezen op internet van welke sport je in de buurt wilt gaan beoefenen. Het sportfestijn is in Den Haag, kunnen 10.000 mensen per dag 50 verschillende sporten gaan uitproberen. En op 13 september is de sportieve opening van het schooljaar. En dan gaan wij in Rotterdam op een school extra aandacht vragen voor het belang van bewegingsonderwijs. En dan gaat het met name om te laten zien dat goed bewegingsonderwijs de basis is voor een leven lang bewegen. In meer dan 95% van de Nederlandse gemeenten zijn er activiteiten tijdens de Nationale Sportweek. Tussen de 9.000 en 10.000 sportclubs zetten hun deuren open voor de opening van het sportseizoen.